I would give anything to change this fickle-minded heart that loves fake shiny things. Now I fucked up and I'm missing ya. Let's go inside. Let's go inside. I'm only human, can't you see? I made a mistake. Please just look me in my face. Tell me everything's okay, 'cause I got it. Mijn naam is Lucas van Greensven. Ik werk als hoofdcommunicatie bij ASML. Dus ik ben verantwoordelijk voor de communicatie wereldwijd, naar de medewerkers en naar de buitenwereld. Kijk, je bent bij ASML en wat we hier zien is een grafische weergave van de structuurtjes op een chip. We maken hier chipmachines en als je nou kijkt naar 1984... Dat zie je hier. Dat is het jaar dat ASML werd opgericht. Toen waren de computers, de allereerste computers van Apple, die zagen er zo uit. En de structuurtjes op de chip, die waren bij wijze van spreken zo breed als deze grijze band. Dan gaan we meer dan 30 jaar vooruit en dan gaan we naar beneden. Dan hebben we virtual reality brillen. Die zijn natuurlijk veel geavanceerder dan de computers uit 1984. En de structuurtjes op de chip die zijn nu in vergelijking zo smal als dit grijze bandje hier. Dus je bent gegaan van hele dikke structuren in 1984 naar hele dunne, smalle structuren nu in 2016. Maar volgend jaar zijn ze weer dun. En wat wilde u vroeger worden als klein kind? Wilde u altijd al technische kant in of wilde u iets heel anders worden? Ja, ik wilde heel graag schrijver worden. Maar ik wilde ook heel graag dingen met techniek doen. En dat heb ik nu gecombineerd. En hoe bent u hier terecht gekomen? Ik was eerst journalist. Technische journalist en financieel journalist. En dat deed ik ook in Londen. Dus ik schreef in het Engels. En toen is ASML naar me toegekomen en zei van, wil je bij ons komen werken? En waarom dan? Omdat ze denken dat... Ja, dat is een goede vraag trouwens. Ze wilden graag iemand die heel veel internationale ervaring had en goed over techniek kon meepraten, maar ook techniek eenvoudig kon maken. Mijn achtergrond is niet typisch voor ASML. Ik heb logica gestudeerd. Dat is een beetje een abstracte, aan wiskunde gerelateerde studie. Maar je hebt hier wel heel veel natuurkundigen, mensen die werktuigbouw hebben gedaan, technische studies over de hele wereld. Dus je ziet hier heel veel verschillende profielen en die werken altijd allemaal samen aan de oplossingen voor die machines. En we hebben hier zo'n grote kantine, of eigenlijk heet het een bedrijfsrestaurant, omdat hier iedere dag 8000 mensen werken en ongeveer de helft daarvan, 4000, die willen graag eten tussen 12 en 2. Dit is dus niet alleen een plek waar je kunt eten, maar als het wat minder druk is, dan kun je hier ook werken. En daarom hebben we deze speciale hoekjes gemaakt, zodat je hier vrij ongestoord kan werken. Zodat de ruimte ook efficiënt gebruikt wordt als het niet druk is. Er zijn heel veel mannen hier in ASML en heel weinig vrouwen. Dat zag je vooral in de Latine ook. Waarom is dat? Bij ASML werken inderdaad heel veel mannen. 87 van elke 100 medewerkers zijn er 87 man. Dat is wereldwijd zo. Hè? Dus het is niet alleen hier. Dat is ook als je naar Taiwan gaat of naar Korea of naar de Verenigde Staten. Gelukkig is van alle nieuwe medewerkers zijn er 3 vrouwen. Dus het gemiddelde, dus de percentage vrouwen wordt steeds hoger, maar het gaat natuurlijk wel langzaam. Want het gaat alleen met het aantal nieuwe medewerkers dat binnenkomt, gaat het omhoog. De reden waarom het zo laag is, dat percentage, is omdat er jammer genoeg niet veel meisjes kiezen voor een technisch profiel op de middelbare school. En als ze dat kiezen, want in het VWO gelukkig zien we dat ongeveer de helft van de meisjes nu wel een technisch profiel kiezen, NNT of NNG. Maar als ze dan klaar zijn met school, dan kiezen ze jammer genoeg niet voor een technische studie.
Dus als we die, we verliezen eigenlijk heel veel meisjes op die manier voor dit bedrijf. We willen heel graag meer meisjes aannemen. Ik denk ook dat het heel leuk werk is. Heel leuk werk om, om je carrière te bouwen. Ook hele grote baanzekerheid. Dus als je een technische studie kiest, ben je bijna verzekerd van werk. Dus we denken dat het heel belangrijk is dat meisjes ook voor hun toekomst kiezen voor de techniek en ook kiezen voor een technische studie. Maar uiteindelijk is het natuurlijk hun eigen keuze. Dus we hopen ook dat, om dit een beetje te laten zien, dat technisch werk hartstikke leuk en uitdagend en niet saai is. Het is een hele schone fabriek. En een hele schone fabriek betekent dat de lucht heel vaak moet worden ververst. Eén keer per minuut moet alle lucht door worden ververst. Daar heb je heel veel apparatuur voor nodig. En die hebben we in dit geval boven de fabriek neergezet. En wat je hier ziet, is alle apparatuur die nodig is om schone lucht, allerlei verschillende gassen en vloeistoffen in de fabriek te krijgen. We'll be right back.